Dan, het wordt de grootste medische strafzaak ooit genoemd. De affaire rondom Janse Steur, de neuroloog die verkeerde diagnoses zou hebben gesteld door zijn medicijnverslaving. De affaire liet diepe wonden na. In 2004 vertrekt de vooraanstaand neuroloog Janse Steur in stilte bij Medisch Spectrum Twente nadat er meerdere klachten over hem zijn geweest. Janse Steur belooft niet meer aan het werk te gaan als specialist, maar doet dat toch, met medeweten van de klachtencommissie van het MST. 20 ex-patiënten willen in 2005 een onderzoek naar Janse Steur, maar dat komt er niet. In 2009 wordt de beerput opengetrokken. Janse Steur blijkt verslaafd aan medicijnen. Het wordt duidelijk dat hij jarenlang bij tientallen patiënten verkeerde diagnoses heeft gesteld. 2 patiënten overlijden daardoor. Tom Zijlstra, welkom. Verbonden als oud-bestuurder destijds aan het MST. U schreef over deze affaire een heel dik boek, dit boek. Waarom schreef u dit boek? Ja, dat is een mengeling van redenen. In de eerste plaats was het boek er eigenlijk voor een groot deel al. Want ik heb daar in de loop der jaren op mijn weblog heel erg veel over die zaak geschreven. En wat ik daar zelf in beleefde. En in de tweede plaats is het, zoals u zegt, de grootste medische strafzaak ooit in Nederland. Dus het is ook wel een onderwerp wat in de aandacht mag blijven. Waar we lessen uit mogen trekken tot op de dag van vandaag. Was het ook iets voor u om de hele, want het is alweer x aantal jaren geleden, om het van u af te schrijven? Was het misschien een soort van boetedoening? Kun je het zo omschrijven? Ja, dat heeft natuurlijk ook een rol, gespeeld. Ik ben er natuurlijk diep in betrokken geweest. En ik heb al die jaren er slapeloze nachten van gehad. Dus de behoefte om het ook eens een keer van je af te zetten is er ook. Of dat gaat lukken, dat weet ik niet. Nee. Waarom slapeloze nachten, zegt u? Nou, je filmt vaak die hele geschiedenis terug uit de jaren dat ik met Janse Steur te maken had. En ik heb me talloze malen afgevraagd, had ik het nou niet eerder kunnen zien? Had ik niet eerder kunnen ingrijpen? Ja, u schrijft dat ook heel duidelijk, van ik probeer kritisch naar mezelf te kijken. Ja. Lukt dat? Ja, dat moeten de lezers beoordelen. Dat is moeilijk te zeggen. Het enige wat ik me voor heb genomen destijds was om eerlijk te schrijven. Alleen eerlijkheid is iets wat een boek relevant maakt. Ja. Maar u zegt, ik probeer dat wel en het is uw boek. Nu u het allemaal opgeschreven heeft, wat voor gevoel geeft dat dan aan u? Geeft dat een gevoel van... Dat is gemengd. Ja. Dat is gemengd. Ik ben natuurlijk blij dat het boek er is. Maar ik heb ook sterk het gevoel dat deze affaire onbevredigend eindigt. En dat deze affaire met zoveel twijfels blijft zitten. Ja. Het is een zaak die nu nog speelt bij de Hoge Raad in Den Haag, het cassatieberoep. En ik vermoed dat dat de vrijspraak zal bevestigen. Dat is ook de vraag, hè? En in mei wordt daar een uitspraak van verwacht. Ja. U verwacht dus dat ze het advies gewoon zullen opvolgen? Ja, dat verwacht ik. En waarom is dat? Dat is omdat er zo ontzettend veel twijfels aan die zaak hangen. Ik heb van de week nog liggen piekeren of je nou eigenlijk wel kunt zeggen of er een echte zaak was. De rechters in hoger beroep in het gerechtshof van Arnhem hebben ook niet voor niks hem vrijgesproken op de belangrijkste aanklachten. Dat was die verkeerde behandelingen. Maar is dat omdat hij, omdat dat juridisch gezien heel moeilijk is om schuld aan te tonen? Of is dat ook omdat er, naar u zeggen, minder gevallen waren of er überhaupt wel een zaak was? Wat me zo bezighoudt, dat is dat meneer Ime Drost bijvoorbeeld, de letselschadespecialist, altijd heeft gezegd, ik heb meer dan 200 klachten gehad, 200 schadeclaims. Ik weet dat Medisch Spectrum Twente destijds ongeveer 150 claims heeft gehonoreerd, samen met de verzekeraar. Maar anderzijds is in het rapport Lemstra 2, het tweede rapport van meneer Lemstra over de affaire, een onderzoek gepubliceerd wat een onder leiding van professor Scheltens en een andere groep neurologen, die hebben duizenden statussen, patiëntendossiers van Janse Steur onderzocht. En wat is daar overgebleven?
13 gevallen waarbij de diagnose betwijfelbaar was. 13 van een paar duizend. Ja. Maar terugkijkend zullen die 13 mensen zeggen... ja, maar er was wel degelijk een zaak, want dit gaat over mijn leven. Ja, maar dat, moet je, dan, u, ja. dat moet je zien in de context van dat dokters altijd fouten zullen maken. Geen dokter is volledig 100%. Maar er is een foutenmarge in de neurologie, heb ik begrepen, dat er ongeveer 10% fouten worden gemaakt en foute diagnoses worden gesteld. Nou, van een paar duizend heb je het al gauw over honderden en hier gaat het maar om 13. Maar u noemt het ook de grootste medische strafzaak, zo wordt het ook vaak genoemd. Ja. Probeert u dat nu te bagatelliseren dan? Nee, ik probeer niks. Nee. Het zijn dingen die ik me afvraag. Ja. Het is... aanleiding voor twijfel. Ja. Het is niet zo dat deze zaak bevredigend afloopt en helder afloopt. Is dit ook iets wat u zegt als oud-bestuurder die na jaren met heel veel afstand terugkijkt op die zaak? Of is dit... welke persoon Zijlstra zegt dit? Zeg maar? Ja, ik denk Zijlstra zelf. Ja. Ik ben ermee geconfronteerd geweest als bestuurder. Ik heb Janssen Steur eruit gezet toen ik zijn verslaving bemerkte. Ja. En sindsdien heeft de zaak me niet losgelaten. Het is een hele fundamentele zaak. Omdat nog steeds dingen spelen in de gezondheidszorg die niet kloppen. En waarom ze niet kloppen, dat moet aan het licht gebracht worden. Heel onbevredigend. En dat is hier niet echt goed aan het licht gekomen in deze zaak. Kan dit dan, u zegt, want dat moet wel, ook nog gevolgen hebben voor de toekomst? Kan dit weer gebeuren? Die vraag wordt wel vaker gesteld. Ja, nou, tot mijn verbazing. Ik heb ook geschreven over het zwijgcontract met de meneer en mevrouw Damink. Dat is iets waar ik me destijds niet bij betrokken was, maar waar ik me ook niet tegen verzet heb. Daar heb ik me altijd voor geschaamd. En je denkt dat dergelijke zwijgcontracten niet meer gesloten worden sindsdien. Tot mijn verbazing, niets is minder waar. Er is van de week nog aan het licht gekomen dat er in 2014 met ouders van een jongen van 21... bijna een volwassen man. Ja. Een zwijgcontract is gesloten door het ziekenhuis in Hilversum. Een zwijgcontract omdat die jongen gestorven is in het ziekenhuis nadat er anderhalve dag geen dokter naar hem om had gekeken. Terwijl hij pijn op de borst had en dat was de opnameindicatie. Ja. Er was geen diagnose gesteld en niks. Ja. De directie van het ziekenhuis vindt het normaal om daarover een zwijgcontract met die ouders te sluiten. Die ouders hoeven dat ook niet te doen. Nee, maar het gebeurt. En ze verdedigen het op hun website zelfs. Ja. En ik vind dat dit niet kan. Even terug naar, want u komt zelf met de familie Damink. Toen u vorige week zelf op uw weblog schreef dat u ook hier over uw boek te gast zou zijn, toen kwamen er op de redacties behoorlijk wat reacties binnen, telefonisch, via mail. Een van die reacties kwam ook van de familie Damink. Even kijken. Nou, de heer Zijlstra die heeft de hele affaire vanaf het begin afgeweten. En tot mijn verbazing las ik op zijn weblog dat hij vandaag bij Radio TV Oost een interview gaf. Toen dacht ik, kon je daar nou niet even mee wachten? Ja, tot voor de, in feite, de gedubeerde patiënten. Ja, totdat de uitspraak definitief komt van de Hoge Raad. Op 22 maart heeft de cassatie, de advocaat-generaal, heeft gezegd van advies. Vrijspraak wordt meegenomen en 25 maart staat al op zijn site. Ik geef het boek uit. Kijk, en dat is zo kort daarna dat de mensen, echt een heleboel mensen, ja, daar problemen mee hebben. Ja, dit is de man van mevrouw Damink, slachtoffer ook van Janssen Steur. En die zegt, dit boek komt niet op een goed moment. Begrijpt u dat? Niet echt. Ik denk dat het wellicht voor de familie Damink nooit op een goed moment komt. Maar het is nu eenmaal zo dat een dergelijke zaak opeens weer in de publiciteit komt. Als er zo'n cassatieuitspraak komt. Ja, dat is een uitstekend tijdstip om het boek uit te brengen. Daar kun je ook niet omheen. Is het dan een beslissing van u of van de uitgever? Nee, of hoe de werkt beslissing het? Is van de uitgever en die ziet daar een kans in. En dat snap ik ook wel.
per slotverrekening moet zo'n boek zichzelf ook terugverdienen. En begrijpt u dan ook dat de oud-patiënten dat ervaren als zout in de wonden strooien? Ja, dat snap ik wel, maar daar kan ik verder niks mee. Ik vind het relevant dat het boek er is om de lessen uit te trekken. Ja, ook omdat en hoe u nodig net zei, die lessen zijn, hebben het ziekenhuis in Hilversum nu weer laten zien. Ja. Over de familie Damink nog eventjes. U schrijft daarover ook in uw boek op pagina 21... dat u moet concluderen dat u na uw komst daar niet bij betrokken was, maar wel fouten in heeft gemaakt. In ieder geval, u zegt, mijn alarmbellen hadden moeten gaan rinkelen. Ja. Ja. Ja, dat is niet leuk voor mij, maar zo is het. En als je de waarheid niet dient, dan schrijf je geen belangrijk boek. En dan kun je geen lessen trekken. Dus als u naar deze zaak kijkt, dan zegt u van ja, dat is mijn bestuurlijke medeverantwoordelijkheid dan die ik helaas niet kan ontlopen. Ja. Dat schrijft u op. Hoe voelt dat? Dat is onplezierig. Dat is gewoon niet leuk. Nee. Schaamte is gewoon niet leuk. Alleen, als je er niet omheen kan, dan moet je er doorheen. Ja, want u zegt ook van, ik kwam daar in 2001, of nou ja, om 2001 was het. Ja. En ja. In 2003 heeft u hem uiteindelijk de deur gewezen. Ja. Als u terugkijkt op dat besluit, om uiteindelijk te zeggen van, hier en niet verder. Ja, dat was noodzakelijk. Ik zou het opnieuw doen. Het enige wat telt is, en dat heb ik eerder gezegd, ik had het wel eerder willen weten. Dat meneer Janssen Steur verslaafd was. Dan had ik eerder ingegrepen, dat ligt voor de hand. Ja. Maar ik wist het niet eerder. Nee. Het boek heeft u wel geschreven en heel veel overpeinzingen zitten daarin. Zeer lezenswaardig. Ik dank u voor uw komst en voor uw uitleg. En veel succes in de toekomst. Dank u wel.